Lotus is back met een veelzijdig gamma. Een elektrische SUV, een elektrische berline, een elektrische hypercar en toch nog één machine met verbrandingsmotor. Voordat de overstap naar volledig elektrisch wordt gemaakt, biedt de Emira een laatste kans voor de verbrandingsmotor. Met echte vering, een goed afgewerkt interieur en zelfs opbergruimte. Niet te vergelijken met een Exige. Hij maakt wel gebruik van dezelfde architectuur, met een centraal geplaatste viercilinder. Een vierpieter dus, in plaats van een V6 uit de eerste versies. En toch is het helemaal geen straf. De viercilinder AMG-motor is 40 pk minder krachtig, maar heeft een solide turbo. Hij produceert 360 pk en 430 Nm, meer dan het Toyota-blok. Hij is echt levendiger. Hij pakt de toeren mooi op onderin. En voor een motor met turbo heeft hij een uitzonderlijk bereik. Hij wordt ook standaard ondersteund door de super-responsieve versnellingsbak met dubbele koppeling. Het weggedrag is zeer progressief, zelfs op ruwe wegen. Jawel, fun. Echt nog een auto waar je plezier aan hebt.